Huh? Mooi is die, hè? Speciaal voor dit... Nee, die is al voor meer dingen gebruikt. Nou ja, maar ja, omdat hij zo mooi heeft gebouwd. Ja. De bunzen kunnen ook nog andere dieren daar gebruik van maken. Ja. Want daar is eigenlijk ook behoorlijk veel tijd in gaan zitten om die faunapassages eigenlijk te maken. Ja. Als je hier bij de Ekenbrug kijkt, is het niet nodig. Eigenlijk een stukje bouten staan, dat is een leuk stukje voor Rijk. We hebben ook behalve de vistrap eigenlijk, dat het voor de vissen begaanbaar is. Dit wil ik bij de hele puntplaats van de kom. Weet je, want dit spul dat blijft ons zo groot. En je maakt het pas harder als je wil dat het een pad is. En welke schoot is dit? Ja, maar dan nog echt in die poelen. Daar in de grijs voor je. In de dommel, de tongreep, zo heel af en toe komen er wel eentje tegen, maar daar houden ze eigenlijk niet op. De koken juffers hebben die ook nog? Nou, die zijn er genoeg, maar die zitten hier nou niet in volgens mij. Daar zit wel, hier recht onder het vinger. Dus je hebt hier van die beekjuffers, die zonschijn daar, dan zie je wel van die mooie blauwe, die bellachtige dingen. Dat zijn ja, die libellen, juffers zijn. Dat is die hebt ook echt een libellenlaag, maar dat vind ik maar akelig griezels. Die pak ik er niet zo graag uit, want die bijten ook serieus in. Ja. Die modderkruipen die altijd toen in de vliegtuig op kunnen was ik Ik kijk eigenlijk niet alleen nu naar het daklook, maar ook naar de bodem van het daklook. Mm-hmm. En ik hoop nu, ik steek nu mijn neus bijna in de bodem, omdat ik wil weten wat er in die bodem eigenlijk allemaal leeft. Ja. Want je ligt nu tussen twee lichthappers op het mobiele huis van Tom van Duren. Ja. Wat voor de Doe de Dommeldag even tijdelijk geparkeerd staat aan de Dommel. Ja. En daar lig jij je te verbazen over de schoonheid van de dakbegroeiing. Ik lig me te verbazen over de schoonheid van de dakbegroeiing, maar het fantastische is dat dit dak zich bij uitstek leent, dat je een zwart dak, wat je daar ziet, kunt vergroenen, of niet eens is vergroenen, het woord vergroenen moeten we eigenlijk als dakspetters anders omschrijven, want je ziet hier nauwelijks groen, je ziet hier zoveel kleuren. Verrijken eigenlijk. Verrijken. Een van de zaken die ik heel graag noem, is dat het dan niet meer gaat over waterhoeveelheid, maar waterkwaliteit. Waterkwaliteit. Dus welke toekomst gaan we tegemoet, Stef? Ja, ik denk dat er naast dat er heel veel meer bierbrouwerijen komen, ook heel veel producenten komen van verschillende soorten water. Extra zuurstofrijk, extra zuurstofarm, extra bemest, extra zuur, extra basis. Waardoor je niet alleen maar dit soort lullige kleine plantjes waar ik nu met veel moeite mijn neus in steek, maar dat we complete bossen gaan leggen op daken. Oerwouden in de stad. Dus jij ziet dit kleine begin als het begin van iets groots? Ja, het is een kleine stap van grote betekenis. Ik ga uit mijn dak, maar dat doe ik niet alleen, dat doe ik graag met Nouter Riele. Die je nu niet kunt zien, maar die ik wel even wil noemen. Mooi. De kracht van de dommel en de stad binnen. Een jaar later begon jij dan. Stel het eens aan, schoof je de stad binnen.